Op zondag 22 september 2024 werd de 34-jarige Mate Taibaika, een moeder van twee kinderen, doodgestoken in haar huis in Fumen County, Iran. Op dezelfde locatie werd ook een 47-jarige man vermoord. De verdachte, een 39-jarige ziekenhuismedewerker uit Rash en Taibaika's echtgenoot, vluchtte weg, maar werd een paar uur later gearresteerd. Politieonderzoek wees uit dat de moorden werden gepleegd nadat de verdachte zijn vrouw had gevonden met het andere slachtoffer. De politiechef van Rash bevestigde dat de verdachte binnen twee uur na de moorden werd aangehouden. Het misdrijf wordt onderzocht als een mogelijke 'eerwraak', waarbij de dader familie en persoonlijke geschillen als motief aanvoert. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over 'eerwraak'. Abonneer je op ons kanaal, Onderzoek Eerwraak, op YouTube.